Frank wil graag een Hollands uurtje doen vanavond. Is dat een goed idee? Of is het een slecht idee? Nee. Er waren drie mensen die vinden het een slecht idee. Die verstaan waarschijnlijk überhaupt geen Nederlands. Dus wat zeg je? Oké, nou ja, prima. Maar... Ik ben voor. Maar zal ik even de... Ja, er gaat ook even een deurbel nu. Gutter. We gaan allemaal door elkaar heen. Doe anders even open. Ja. Maar dit wordt allemaal ingewikkeld. Hallo. Nog wel binnen. Hallo. Wie is het? Nee. Hey, Kai. Nou, het is Kai van der Lee. Kijtje. Heb je je nagels al gelakt? Ik heb mijn nagels gelakt. Ja, dat was de challenge, had ik aan hem doorgegeven. Dat weet je toch, Franky? Kijk, kom even hier zitten anders. Waarom? Ja, dat is lachen. Ja, maar ik heb een vlogcamera, man. Ja, dan nee, daar nemen wij niet toch even over. Oké, okay, nou, maar Kai, ja, geef maar. Kai, even één dingetje. Vind jij het een goed idee, trouwens? Een Hollands uurtje op de radio, Serious Request? Nee, dat vind ik geen goed idee. Oh. Hebben we toch even één iemand die het niet zo leuk vindt? Nee. Oh, ik moet blijven vloggen natuurlijk. Maar Franky, laten we hier wel even een ding van maken. Ik zet wel even wat mensen aan het werk, want we hebben hier achter een enorm productieteam. Die zie je niet, maar die zijn er wel. Dat zijn echt de helden van 3FM Serious Request. Maar moeten we alle Nederlandse sterren wel even optrobbelen? Django Wagner, Peter Beense. Ja, precies. Die type, super, super goed idee. Lekker. En dan vanavond uurtje of 10, 11 en dan gaan we lekker een uur lang Hollands Hits zingen. Oh, een beetje hossen, een beetje meezingen. Hey, hey, Kai. Ja, hallo. Welkom in het glazen huis. Ja, dankjewel. Ben je kapper geweest? Waarom sta ik hier? Nou ja, ik dank je komt dan met die vlogcamera binnen. Je bent natuurlijk van de YouTube. Ja. Je bent van de online money, ben jij. Ja, klopt. Maar je bent sinds een week of 6 ook DJ bij 3FM. Klopt. Ik denk gewoon even kijken hoe dit voelt voor jou. Ja, nou ja, prima. Ik zit op een stoel en ik wil een knopje in gaan drukken als je wilt. Kom je doen? Ja, ik kom aankondigen dat deze mooie camera, deze vlogcamera waar ik mee rondloop en die Frank nu vast heeft. Het is wel echt een mooie camera. Die beelden zijn fantastisch. Dit is de echte, toch? Dit is gewoon de G7X. Ja, de nieuwste. En die gaat op de veiling. Nee. Ja, maar niet dat niet alleen. Hij gaat ook nog eens op de veiling met unieke beelden van achter de schermen van wat hier allemaal gebeurt. Oh, gelukkig. Ja, dus... Ik ken die unieke beelden van jou. Nee, ja, precies. Maar als Dootje straks ligt te slapen en hij ligt in zijn onderbroek, dan ga ik er even langs. En dat soort dingen. En die beelden die heb je sowieso al, dus die kun je ook gewoon... Ja, dat kan, maar dat mag niet, hè, want dan heb ik ze nog niet gefilmd met die camera. Nee, dat is waar. Maar zie je er goed uit, Kai? Vind je? Ja, ik weet niet wat het is, maar je hebt iets over je heen of zo. Een keer normale kleren aan ook. Ja, je glimt. Normale kleren. Een beetje kleurtjes. Ja, ja, nee. Kijk eens, goede trui ook. Hopsakee. Lekker hoor. 3fm.nl/live kan je meekijken.